Ho, Gerard, is dit het eerste trucje van de avond? Ja, dit is echt, ik vind dit, en dat meen ik serieus, de avond van het jaar. Ik zeg al jaren, geen kerst zonder Wereld Kerstcircus. May all your days be circus days, roepen ze straks allemaal. Ho, Gerard, is dit het eerste trucje van de avond? Nou, ik heb nog meer trucken, maar ik wil dat niet gelijk hier aan plein publiek doen voor tv, Telegraaf en alle pers. Dus ik hou nog wat geheim. Maar hoorde ik nou dat je met Karen Bloemen de trapeze ingaat vanavond? Ja, ik ga op de trap, zeg maar, en zij gaat pezen. Als jij in het circus zou gaan, wat zou dan de act zijn? Nou, ik ben totaal niet geschikt eigenlijk voor circus. Ik zei net nog, ik ga straks weer met samengeknepen billen zitten kijken naar al die mensen die op de trapeze en die boven in de nok hangen. En ik ben alleen maar bang dat ze naar beneden vallen. Jaar geleden, toen dit voor het laatst hier was, is er wel een ongeluk gebeurd. Is iemand van bijna 10 meter naar beneden gevallen. Ben je er vanavond nog bang voor? Nou ja, je bent altijd bang. Het gaat altijd maar net goed met circus. En, bij jou ook? Bij mij ook, ja. Ik ben een van de weinige illusionisten. Dat je nog leeft? Ja, dat ik nog leef is al een wonder. Dat was afschuwelijk hoor, dat ongeluk was afschuwelijk. Ik heb dat gezien en dat die vrouw überhaupt nu weer echt in de trapeze hangt, het is ongekend. En dat weer durft. Zonder vangnet. Ik zeg ook, hangt er een net onder, kun je jou het schelen. Die hebben ook gezien, die mensen. Dat was in een optreden net daarvoor. Bent u dan vanavond niet extra op uw hoede? Of in ieder geval misschien wel bang dat u op de verkeerde plek zit? Altijd een beetje op de hoede. Met die trapezes is altijd een beetje eng. Dat ze niet al te enge dingen, gewoon mooie dingen, dat is ook goed. Ja. Paarden hebben ze onder andere. Ja, vind ik ook mooi. Ja, ja. Kan je zelf nog een trucje? Kan ik zelf nog een trucje? Nee, ik kan hem wel hinkelen, maar nou, doen we dat even. Je lijkt de circusdirecteur wel. Maar die zijn meestal toch wel wat dikker, of niet? Geen idee, ja. Nou ja. Je moet zeggen ja, dat is zo, want bent u slank. Doe nou. Ik vind jou eigenlijk wel iemand die hier in het circus de spreekstalmeesteres kan zijn. Meesteres, ja, nou, zeg je dat zo? Spreekstalmeesteres. Nou, we hebben net een nieuw beroep uitgevonden. Precies. Ja. Ik ben ooit eens gevraagd. Het lijkt me super gaaf om het een keer te doen. Henk van der Meijden zit te kijken. Henk, liefje, als je kijkt. Hey. Even die oude blondine nog een keertje. Het is het leukste wat er is. We gaan het regelen. Volgens mij is Henk net naar binnen. We gaan even kijken. Henk, waar ben je?